EAFC 25 is uitgekomen. Gisteren nacht, om precies te zijn. Ik heb eigenlijk de hele dag gespeeld en nu al 16 uur in de game zitten. Ik weet niet waarom ik dat vertel, want het is eerder triest dan dat het goed is. Maar daardoor kan ik jullie nu wel alles vertellen over de nieuwe game. Jullie zien in ieder geval een nieuw stukje gameplay van de squad battles. We gaan natuurlijk de FIFA-punten die we erbij kregen gelijk uitgeven. Dit was dan ook het allereerste pakketje dat we openden. Ja, in EAFC 25. Dit was eigenlijk gelijk geen hele slechte pack. Maar de rest, ja, dat was gewoon niet goed, man. Het was voornamelijk gewoon dit. En dan, zeg maar, poep. En poep. En dit was een soort van oké. Maar voornamelijk wel gewoon nog meer, ja. Ja, poep. We gingen de SBC's doen. De basis SBC's. Iedereen kent ze, je moet ze gedaan hebben. Nog wat andere SBC's. En daardoor liep eigenlijk het hele spel vast in de store. Want daar kom ik straks nog op. Er zijn ook heel veel dingen niet oké aan dit spel. Maar ja, zoals je ziet, je kan niks meer, moet je opnieuw opstarten. Hier pakken wij onze allereerste walkout uit. Het is Ter Stegen. Hij was tradable. Ik heb hem verkocht voor volgens mij 20k. Niet veel, maar je had natuurlijk de coins nodig voor de andere SBC's. Dus vandaar. Palmer, ook goed. En eigenlijk het pakketje daarna gelijk weer een walkout. Weer een Duitser. Goed seizoen gehad. Verder wel een onbruikbare kaart. Dus ook die jongen hebben we gelijk weer verkocht. Zodat we die coins weer konden terug investeren in de hybrides SBC's. Die heb ik niet in de video zitten, maar ik heb ze wel gedaan. En daar pakte nog één goede speler uit. Nu gaan we over naar het beetje gameplay. Ik sta 13-0 voor. Ik ging namelijk in beginner mode zoveel mogelijk goals scoren. Want dit jaar bij 250 in plaats van bij 500 goals krijg je een 100k pack. Daar waren we dus even voor aan het strijden. Dit is de hero die ik kreeg uit het pakket. Noor, fucking slecht. Ik had ook niks anders verwacht. Maar op dit punt kon je hem wel heel goed gebruiken. Verder ja, de gameplay zelf. Het is anders, het voelt veel realistischer, veel echter, veel, ja, hoe moet je het zeggen, realistischer. Maar tegelijkertijd, het is een stuk trager. De spelers hebben een first touch, als het ware, als de bal komt aanrollen en je paast hem gelijk door. Nou, ik denk dat mijn oma het beter kan. Dit kregen we uit de 100k pack. Dit was ons team op dat moment en ik neem jullie gelijk mee in, dit was trouwens het starterteam echt, het is nu iets anders. Eigenlijk helemaal anders. Ik neem jullie mee in het teammanagement. Want de tactieken is dit jaar heel anders. Je krijgt een manager. Je manager heeft een soort preset van tactieken die je kunt selecteren. Maar je kunt dit zelf aanpassen. Wat ik dus voor heb gekozen. Je kunt de opbouwstijl kiezen. Je kunt kiezen je verdedigende aanpak. Dus wil je diep staan? Wil je juist heel erg naar achter staan? Dat kun je allemaal instellen. Maar dit is het meest interessante. Je hebt plus stijlen en plus plus stijlen. De plus-stijlen zorgen ervoor dat je spelers eigenlijk op die positie zich goed thuis voelen en goed bewegen. De plus-plus-playstijl zorgt er eigenlijk voor dat ze echt perfect zijn. Dat ze echt hun maximum potentie kunnen gebruiken. En daar kun je een beetje mee gaan spelen. Ik kan je er niet veel advies over geven, want ik doe zelf ook maar wat. Dit was onze eerste Division Rivals potje. En naast dat dit bijna een wereldgoal is in het begin, was dat niet succesvol, man. Dik en dik verloren. Dus maar terug naar squad battles. Want ja, er moesten toch potjes gespeeld worden, want anders wordt je team nooit beter. Dit was ons eerste potje op wereldklasse niveau. Dus daadwerkelijk geprobeerd een beetje serieus te spelen. Dit is allemaal nog steeds in de eerste nacht. Ja, het is gewoon net wat vreemd of zo, de gameplay. Maar misschien is dat nog gewenning. Ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Het is zeg maar traag. Maar tegelijkertijd, ja, het dribbelen werkt niet echt meer, zeg maar. Het R1 dribbelen, dat werkt gewoon niet meer. Het schieten, je schiet met regelmaat over of tegen de paal. Wat naar mijn mening ook nog nooit is gebeurd. Het kan natuurlijk komen omdat het team gewoon slechter is. Maar het dribbelen, dat werkt gewoon niet zo lekker meer. Ja, ik weet het niet zo goed, zeg maar. Hier nog N3, waarvan ik dacht dat hij heel goed was. Eigenlijk gewoon een kutkaart. Hier dus de 100k pack die we kregen door het aantal goals dat we scoorden. Gaat het dan wat zijn? Nou, het antwoord, dat zie je nu. En Martin Ødegaard pakken in je allereerste
100k pack, dat is niet waar. Tweede 100k pack. Ja, dat is wel heel lekker, want die is best wel duur. Dus ja, daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. Toch wil ik jullie ook heel even meenemen in het career mode stukje. Dit is namelijk echt super erg veranderd. Ik ga het er niet te veel over hebben. Je kunt dit jaar spelen als een icon. Niet als elke icon, maar dit zijn de geselecteerde icons waar je op dit moment de career mode mee kan starten. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet, want ik heb het nog niet gedaan, maar het kan. De player customization is ook heel ziek daarentegen. Je hebt namelijk een soort presets van hoofden. Je kunt letterlijk alles aanpassen. Je hebt iets van 1000 verschillende soorten in het gezicht en zo, wat je allemaal kan aanpassen. Ik vind dat heel vet persoonlijk. Ik ben namelijk best een career mode jongen. Ik vind het leuk om spelers te maken, daar een soort story mode mee te doen. Maar ik kan me ook voorstellen als je er niks mee hebt, dus ik ga ook niet te veel aandacht aan geven. Dit is dan hoe het menu eruit ziet. Het is ook helemaal veranderd. Je hebt een stukje social media. Fabrizio Romano zit erin. Met zijn Here We Go. Maar goed, dat is dat. Voor nu lekker lol hebben in EAFC Ultimate Team. Bro heeft serieuze anger issues. Kutzooi. Ja, je zag me hier de nieuwe Rush Game Mode spelen, maar zoals je ziet is het niet alleen maar lachen, want het is vooral ook heel erg geglitched. Dit was namelijk één potje wat ik speelde. Hij scoort hier een goal. Er zijn geen lijnen op het veld. De game zit vol met bugs en glitches en het werkt allemaal niet lekker. Hier ook een corner. De keeper, hè? Ik snap het niet. Dit ook. Je kon geen rivals potje meer vinden. Ik zat hier en je kreeg een constant dit scherm. Super vervelend. Het werkt gewoon niet. Kijk, dit was dan de uitlijn of zo. En ja, Rush, hele leuke game mode. Super veel lol gehad met mijn maatjes. Maar dit is het net niet, zeg maar. Ik scoorde hier, maar geen idee hoe. In ieder geval, los van al het gezeik, dit is het team waarmee we zijn geëindigd na dag 1. Ik denk dat ik ontevredener had kunnen zijn. Ik ben hier best tevreden mee. Ik hoop dat jullie veel packluck hebben dit jaar. Dit was mijn korte, krachtige, kleine review. Adios mensen.